Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Peter, zoals gezegd, zo even teruggaan naar je eerste periode uiteraard bij Heracles als speler. Hoe was het voor jou om als almeloze jongen bij de lokale trots te mogen voetballen? Heel erg mooi. Natuurlijk toen de tijd onder de eigen jeugdopleiding, hè, wat we toen nog hadden. En die helemaal doorlopen vanaf de B-jeugd eigenlijk richting het eerste elftal. En dat je ook gelijk je debuut mag maken, hè, toen de tijd onder Frits Korbach. Ja, dat was voor mij wel heel bijzonder. En ik moet zeggen, mijn broer speelde ook toen de tijd in de jeugd bij Heracles. En daar ging ik ook vaak kijken. Dus ik was eigenlijk altijd al te vinden aan de Bornsestraat. En uiteindelijk, ja, dat je zelf je debuut mag maken en mag spelen voor Heracles, dan is dat natuurlijk fantastisch. De clichévraag, Peter. Wat is jouw hoogtepunt geweest als speler bij Heracles? Weet je, je zult natuurlijk gelijk zeggen van het kampioenschap, maar ook zeker de debuut waar we net over hadden, dat was een hartstikke mooi moment. Uiteindelijk denk ik toch wel het kampioenschap, hè? En dat je met z'n allen naar de Eredivisie gaat en dat je de club hebt zien groeien in alle facetten. En als je kijkt waar we nu staan, hoe we het voor elkaar hebben en de faciliteiten en de supporters en hoe groot de club is geworden en alles eromheen eigenlijk. Dat heb je allemaal meegemaakt vanaf, nou ja, gewoon onderin de eerste divisie richting de Eredivisie. En nu ben je ook stabiele eredivisionist, dus dat is heel mooi om mee te maken. Ja, uiteindelijk heb jij besloten om je heel nog ergens anders te bekijken als speler. Je bent naar VVV geweest, AGOV volgens nog wel teruggekeerd bij Heracles. Ja. Heb je er achteraf misschien spijt van gehad, dat je niet gewoon je hele carrière bij Heracles hebt gespeeld? Of heeft je dat gewoon een beter mens, betere voetballer gemaakt? Nou ja, wat je zegt, weet je, dat is natuurlijk ontzettend mooi als je bij één club kan spelen. Hè. Tegenwoordig zie je dat er toch wel snel jongens van club wisselen. Ik vind het wel heel mooi als je hier kijkt. Tim Breuk is ook even weg geweest wel. Hè. Maar bijvoorbeeld een Bram van Polen leven lang voor PEC Zwolle spelen. Dat vind ik wel heel erg mooi. Spijt van mijn tussentijds vertrek heb ik niet. Het heeft me ook wel weer gevormd en het heeft me ook wel heel veel gebracht. Dus daarin, ja, vond ik het ook wel een hele mooie ervaring weer. Ja, vervolgens dus toch nog teruggekeerd, kort in Almelo. Eigenlijk begon daarna, uiteindelijk ben je dus gestopt, die periode van afbouwen. Je hebt nog bij Deto gevoetbald, kan ik me herinneren. Had je op dat moment al meteen ambities om voetbaltrainer te worden? Nou ja, ik had wel het gevoel van, oh, het zal misschien best wel bij mij passen. En toen ik was gestopt met voetballen, heb ik wel gekeken bij FC Twente in de jeugdopleiding van, ben ik eraan gaan ruiken om te kijken van, nou, het lijkt me leuk, maar vind ik het ook echt zo leuk. En uiteindelijk is mij dat heel goed bevallen en ik vond het inderdaad erg leuk om te doen. En vandaar is het, vandaaruit is het allemaal wel super snel gegaan, hè, met de diploma's halen. Stage gelopen bij FC Twente, stage gelopen bij Vitesse, van daaruit hoofdtrainer worden bij Stevo, bij de amateurs begonnen. En wat ook een geweldige ervaring was en ook heel erg leuk. En wat je ook wel weer heel snel ontwikkelt als trainer, zeg maar. Hè, omdat je daar echt alles moet doen en mag doen. Dat was een hele leerzame periode. En van daaruit als assistentrol bij Heracles eigenlijk doorgegroeid. Ja. Ja. Als jij terugkijkt nog aan je periode als speler, ik zeg, je had de ambitie dus al. Is er een trainer in die periode geweest wat echt jouw voorbeeld was? Waar je misschien toen al wel dacht van, als ik later trainer word, wil ik jouw type trainer worden? Ik denk dat je voor elke trainer wel dingen meeneemt, hè, waar je van leert. Tijdens mijn carrière meerdere trainers gehad. Maar als ik kijk voor bijvoorbeeld Gert-Jan Verbeek, hoe die hier is binnengekomen en hoe die alles heeft aangepakt. En eigenlijk meer naar de topsportcultuur, hè, met voeding, met slaap, alles wat erbij kwam kijken. Maar daar hadden wij dan nooit iets over gehoord. En hij heeft dat wel binnen de club gebracht. En daarnaast natuurlijk Peter Bos, hè, met het leuke, attractieve voetbal, hè, wat we onder hem gespeeld hebben. Ook daar heb ik enorm van geleerd. Ja.
Het was echt een unieke groep. Als je kijkt, de karakters, de jongens allemaal in de kleedkamer, het paste. Iedereen ging supergoed met elkaar om, maar die durfde elkaar ook wel de waarheid te zeggen. En af en toe een keer een draai om de oor te geven als je het bijvoorbeeld niet even in de pas liep. Hè. En, weet je, wij waren niet de allerbeste ploeg, maar wij waren wel als team de allerbeste ploeg. En dat heeft ons, denk ik, het kampioenschap gebracht. En, je ziet ook wel eigenlijk richting de uitslagen. En ik had het laatst nog over met toen de tijd de jongens van Sparta. En die zeiden ook van, nou ja, weet je, Sparta won dan makkelijk met 5-6-0. En dan hadden wij weer 1-0 gewonnen, 2-1 gewonnen. En dan verloor Sparta weer en dan keken ze weer op teletext. En wat heeft Heracles gedaan? 1-0 gewonnen. Weet je, elke keer dat ene doelpuntje verschil wat wij toen, dat heeft het verschil gemaakt. Maar dat zat er gewoon echt in de karakter van de groep. Ja. Ja. Voordat we nu gaan naar de stap dat jij hier assistent trainer bent geworden. Je hebt natuurlijk de club van dichtbij altijd meegemaakt, ook toen je weg was. Je komt uit Regis, zoals gezegd. Denk alleen al als je om je heen kijkt, hier waar we nu zitten, is denk ik heel tastbaar hoe de club is gegroeid. Hoe kijk jij daarnaar, naar de verandering van de club? Ja, had je trots, dat trots? Ja. Trots, zeker trots. Maar als je kijkt hoe alle faciliteiten, hoe we het voor elkaar hebben, maar ook voor de spelers maximaal te ontwikkelen. Ze hebben alle voorwaarden hier en de club doet dat nog steeds dagelijks. Proberen ze ook echt alles voor elkaar te krijgen voor de jongens, hè, zodat ze kunnen groeien. Maar daarnaast ook de club die biedt opleidingen aan als spelers, ook naast het voetbal waar ze daarmee bezig zijn met de jongens. Dus dat is een ontzettende mooie groei wat de club doormaakt en daar kunnen we denk ik met z'n allen alleen maar trots op zijn. Je ziet altijd wel verschil tussen spelers en trainers. Daar zie je altijd wel weer een verschil in. En ik heb een bepaalde visie en manier van voetballen, van denken en ook over ontwikkeling van spelers. Daar heb je een bepaald idee bij. Maar het begint natuurlijk altijd wel, hoe mijn karakter ook is, hard werken. Weet je, elke dag moet je zorgen dat je gewoon hard werkt en proberen om je dromen te verwezenlijken. En daar moet je mee bezig zijn. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je een visie hebt, dat je een idee hebt. En dat je weet hoe je met mensen moet omgaan en hoe je met jongens moet omgaan. En nou ja, weet je, en ik vul elke dag nog mijn rugzak en elke keer komt er weer meer bagage bij. En, nou ja, en ik ontwikkel mij als mens en als trainer. Je hebt er dit jaar weer 2 wedstrijden aan mogen proeven volgens mij, dat je op de bank zat bij afwezigheid van Frank. Is dat misschien ook wel een punt geweest dat jij dacht van ik wil echt dat hoofdtrainerschap weer? Nou, weet je, en dat is wel heel mooi. Jij begint er nu over en ook in gesprekken met mensen hier op de club. Iedereen duwt me al die kant op als hoofdtrainer. Want iedereen vindt, nou, Peet, jij bent zo goed op weg en Peet, jij hebt de bagage en jij hebt de idee en jij kan al hoofdtrainer zijn. Nou, dat zijn natuurlijk hartstikke mooie complimenten, maar dat betekent niet dat ik dat hoef. Ik wil gewoon leren weer. Ik wil gewoon een nieuwe uitdaging, een andere omgeving en daar ben ik aan toe. En dat is denk ik ook heel goed voor mezelf en daar ben ik naar op zoek. En of dat nou en welke rol dat is, weet ik niet. Ik moet het leuk gaan vinden, ik moet plezier hebben, ik moet kunnen samenwerken met mensen. Daar haal ik mijn voldoening uit. En welke weg dat is als hoofdtrainer, als assistenttrainer, gaan we zien. Ja. Dan heb je onder 2 hoofdtrainers ben je assistent geweest, John Stegeman en Frank Wormoet. Wat zijn hun invloeden op de trainer die jij nu bent? Nou, je pikt altijd wel overal dingen van mee. John heb ik geleerd om echt wel een groep te bouwen. En dat zie je ook wel weer aan de uitslagen toen de tijd en aan de resultaten wat we gehaald hebben als ploeg zijn onder John Stegeman. Het Europees voetbal halen. En daarnaast Frank, de structuur. En daar leer je natuurlijk ook weer van. Heracles gaat Europees voetbal spelen, zoveel is duidelijk. Ja, geweldig seizoen, mooie groep. Ongelooflijk natuurlijk ook in de play-offs, een bizarre wedstrijd tegen Groningen toen de tijd. Geweldige goals van Paul Gladon, kan ik me nog herinneren. Dat was wel heel mooi om mee te maken. Ja. Dan nu, je laatste seizoen. Geen publiek. Ik denk voor je bent assistent, maar je bent ook absoluut liefhebber. Hoe lastig is dat? Ja, verschrikkelijk. Weet je, je mist gewoon de mensen in een stadion al voor de warming-up. Als je het veld opkomt, dan zie je iedereen al zitten en dan gaat het al leven. En niet alleen bij de spelers, maar ook bij ons als staf zijn. En,
En ik denk dat die mensen ook gewoon ontzettend belangrijk zijn. Want je kunt ze net over de dode punten in helpen. Hè? En je kan een groep helpen. En maar daarnaast, ja, weet je, ik hoop gewoon dat zo snel mogelijk dat het stadion weer vol zit. En dat iedereen weer kan genieten. Ja. Ik ben wel een trainer die houdt van verzorgd voetbal. Ik wil graag gewoon verzorgd voetbal. Er is ook een bepaalde structuur zit daarin en er horen ook bepaalde kaders bij. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat de jongens ook bewegingsvrijheid hebben. Dat ze ook keuzes mogen maken, durven maken en een hoop creativiteit daarin kunnen gooien. En als je dat aan elkaar koppelt, weer gekoppeld aan, ook wel wat ik van Frank natuurlijk heb geleerd, de intensiteit. En dat is, volgens mij is dat een keyword nu in het hedendaags voetbal. Dat moet je gewoon brengen en daarin moet je meegaan. Ik denk als je dat allemaal bij elkaar kunt koppelen, ja, dat het ontzettend leuk is om naar te kijken. Ja, ik sprak Tim gisteren, dat was uiteraard ook zijn laatste thuiswedstrijd. Als ik hem vroeg naar het korte termijn, was het belangrijkste antwoord even helemaal niets doen. Even tot rust komen. Die ruimte is er niet bij jou. Je gaat met Jong Oranje opnieuw op pad, de knock-out fase van het EK. Wat verwacht je ervan? Kijk je daar naar uit? Ik kijk daar zeker naar uit. Als eerst natuurlijk een hele mooie week, hè, wat we voorafgaand in Zeist hebben met elkaar samenwerken richting de kwartfinale tegen Frankrijk. En het is gewoon een ontzettend sterke ploeg ook wat je gaat treffen, wederom. Ik bedoel, op het EK, er zijn geen slechte landen bij. En als je kijkt, bijvoorbeeld een team als Roemenië, wat ook gewoon ontzettend sterk was. En defensief de zaakjes zo goed op orde hadden. En dus dit wordt weer een enorme mooie krachtmeting met een van de sterkste landen, denk ik, van Europa. En hier Vloed, en dan zit hij er wel in. Daar is de 1-1. Teuken en Nijhuis, Vloed, ja hoor. Goeie trap, en bij de tweede paal, binnen. De Seuken, ja. Dennis Bakis, nou, dat is ongelooflijk. Burgzorg, schiet hem erin, het is 1-0 voor Heracles. Hij scoort weer, Tim Dekselse Burgzorg. En dan schiet Vloed hem lekker binnen hoor. Daar komt de La Torre, die komt er weer in. Bakis klaarleggen, kort hoek, 1-1. Oh, daar is toch nog een tegendoelpunt. Arnrij Vloed natuurlijk. En hier is het 3-0. Wat simpel, simpel, simpel. Prupper. Bakis, simpele kapbeweging en een goede goal van Bakis. Zijn zevende van het seizoen. Kopbal, vrije kopbal. En wat een kopbal is dat, zeg Van Kroester. Uiteindelijk de play-offs niet gehaald. Toch een geslaagd seizoen, wat jou betreft? Als je zo dichtbij bent, dan wil je ook graag de play-offs halen. En dat is wel een beloning voor het harde werken, denk ik, voor een heel seizoen. Helaas mocht het niet zo zijn. Maar daarin vind ik wel dat we hebben meegedaan dit seizoen. We hebben meegedaan om een plekje bij de play-offs te krijgen. En ik denk dat het hartstikke positief is. Als je kijkt weer naar de ontwikkeling van een team. Die bagage nemen ze weer mee richting volgend seizoen. Feyenoord thuis was jouw laatste thuiswedstrijd hier op Erva Zito. Heel tekenend, denk ik, is het een tot ziens eerder dan een vaarwel? Ja, dat denk ik wel. Eigenlijk heb ik het gevoel van, ik ben nog niet helemaal klaar hier bij de club. Je hebt natuurlijk twee wedstrijden mogen doen, aan mogen ruiken als dan eindverantwoordelijke. En een hartstikke mooie ervaring. En ik durf misschien wel uit te spreken dat ik ooit hier nog wel hoofdtrainer ga worden. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.